Daar zitten we dan weer, dames en heren. Ik heet Evert Ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Joeri Mulder. Ja, Evert, dankjewel. De wedstrijd vandaag gaat tussen Bayern München en FC Barcelona. Bayern München, dat is toch wel de grootste club van Duitsland, Joeri? Ja, dat klopt, Evert. Het is de rijkste club en ook de club in het rijkste verleden. Hoewel dat niet helemaal waar is, want vroeger was 1860 groter dan Bayern München. Deze Allianz Arena aan de noordkant van München is echt een schoolvoorbeeld van een modern, multifunctioneel stadion. Zegt het wel, Evert, alleen al de manier waarop de bezoekersstromen in goede banen worden geleid. Dat is allemaal erg slim gedaan. Het stadion heeft er zin in en Bayern München mag de aftrap nemen. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Ze strijden om de bal. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De bal rolt ongehinderd door. Müller. Blokkeert dat schot. Messi aan de bal. Ribéry. En die voorzet is voor de verdediger. Robben! Hij moest en zou die bal tegenhouden. Dit wordt een veelbelovende wedstrijd. Bayern München schijnt ervan uit te gaan dat ze hier even gaan winnen. Maar dat moet ik nog eerst even zien. Alaba. Zo, die heeft ballen. Hij is ver gekomen met de bal, maar nu is hij hem kwijt. De bal wordt aangeraakt en gaat uit. Robben aan de bal. Oh! Sergio Busquets. Ja, en nu een schot. Bayern München scoort. De goal vanuit een andere hoek. Thank you.
eerste goal van dit treffen. Sergio Busquets. Van buiten. Nu dan schiet. Keeper strekt zich naar de bal en redt uitstekend. Dat kan gevaarlijk worden, want hij scoort erg makkelijk. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Schweinsteiger. Deze speler heeft al heel veel assists op zijn naam staan. Hij ziet altijd meteen wanneer een aanvaller vertrekt en zorgt dan voor een paas op maat. Mandzukic. Robben aan de bal. De scheidsrechter wacht even af of er voordeel is voor Barcelona. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Xavi probeert hem de bal te ontfutselen. Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! Ondanks dat voetballers trainen op schieten met beide benen, zie je meestal duidelijk een sterk en een zwak been. En dit was duidelijk een schot met zijn zwakke been. Ja, even, dat was een slap schot. En dus geen doelpunt. Daar loopt een speler met hem mee. Baan. Ja, en nu? Het schot. Score! En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt de stempel op deze wedstrijd. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Verdedigen tegen. Robben aan de bal. Wat kun je over deze speler zeggen, Jury? Hoe gaat hij het vandaag doen? Ja, en nu? Wordt dit wat? En doelpunt! Wat een afstraffing, hè? Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Terug op Lionel Messi. Aanval in de kiem gesmoord. Mandzukic. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Vrije trap mee voor Bayern München. Geen twijfel bij de scheids, direct rood. Hoe gaat Bayern München dat nou oplossen? Gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier.
Nog even in de herhaling. Een mooie aanval even en keurig afgemaakt. Niks op aan te merken. Welk team heeft het vaakst geschoten? Arjan Robben maakt goed gebruik van de ruimte die hij krijgt. Hij is niet in zijn eentje. Overtreding gemaakt daar op een speler van Bayern München. Geel, niet echt een verrassing. Ik denk dat hij nog geluk heeft dat hij geen rood heeft gekregen even. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De voorzet belandt niet bij een medespeler, bal kwijt dus. Ja, en nu? De bal wordt nog net onderschept. Xavi probeert hem de bal te ontfutselen. Gaat op het doel af. Die zit. Ze blijven het proberen. Die bal verdwijnt keurig laag in de hoek. Technisch heel knap gedaan. Ja, je ziet hem de hoek uitkiezen. De keeper heeft totaal geen kans. Mandžukić. Ja, en nu? Hij schiet. Doelpunt! Bayern München. Gooit Bayern de boel op slot? Ja, dat is de vraag. Maar misschien blijven ze ook wel aanvallen. Als neutrale toeschouwer hoop ik natuurlijk het laatst. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Messi aan de bal. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. En daar ging hij weer. Puur op snelheid erlangs. De verdediger heeft het nakijken. Er zijn er maar weinig die hem bijhouden even. We zijn er klaar voor de hoekschop. Is Robben. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Nee, toch een vrije trap. De voordeelregel wordt teruggedraaid. Vrije trap, snel genomen. Ja, en nu? Kijk eens. Nee, die bal gaat er niet in. Hij probeerde het met buitenkant voet. Nee, hij raakt hem gewoon net niet helemaal goed, Evert.
aanval in de kiem gesmoord. Javi Martinez. Aan. En zo raken ze het bal weer kwijt op het middenveld. Bal weer terug. Jordi Alba. Hij duikt de ruimte in en heeft alle tijd om voor te zetten. Die voorzet was niet al te best. Geen medespeler in de buurt. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Dit wordt menens. Goed gepakt, doelman. Was een harde bal. Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Javi Martinez. Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Maar dat mocht niet baten. Nee, dat klopt, Evert. Hij kon hem gewoon niet naar beneden knikken. Nou, een goede corner. Misschien dat hij de volgende keer wel zit. Er is gefloten voor buitenspel. Zo zag het er niet uit hier vandaan, maar de grensrechter vlacht. Schweinsteiger. Het is wachten op de corner. Op de lat. Schweinsteiger. Hij erovert de bal met zijn tackle. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. De voorzet is niet goed en de tegenstander gaat er met de bal vandoor. Het is 4-1 als de scheidsrechter voor rust fluit. Ze hadden de eerste helft volledig in handen. Ja, ze staan terecht ver voor en ze waren gewoon een klasse apart. De tweede helft is begonnen. Ze hebben al een stevige voorsprong opgebouwd. En de vraag is dan ook, gaan ze die uitbouwen of juist meer verdedigend spelen? De bal rolt ongehinderd door. Het is niet altijd verstandig van een doelman om zo ver zijn doel uit te komen. Maar dit doet hij goed. Javi Martinez. Ribéry. Daniel Alves.
Alaba. Müller. Mandzukic. Ja, en nu? Doet hij goed. Ja, als rijpe appelen. Zo, wie zit erin? Wat zouden ze zonder hem moeten? Ik weet het niet, David. Hij is de grote man en dat bewijst hij hier maar weer. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Sanchez. Sergio Busquets. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Alaba. Ribéry. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. We krijgen zo de hoekschop te zien. Barcelona met de wissel. Hij is niet echt in vorm, maar deze pakt hij. Dit is een goede redding, Evert. De Rijkse ploeggenoot met die kopbal. Sanchez. Kansloze sliding, hij springt er gewoon overheen. Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Overtreding, de scheidsrechter geeft geel. Voor de tweede keer, hij moet eraf. De doelman kan zijn borst nat maken, want er staat een echte vrije trappenspecialist achter de bal. Hij strekt zich helemaal uit en redt. Een schermutseling om de bal. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Die bal is weg, maar waar komt hij terecht? Kroos. En die geblesseerde speler kan de wedstrijd niet uitspelen. Hier komt zijn vervanger. De keeper mag een doeltrap nemen. En hier is de goal nog een keer. Hij ziet een opening en profiteert meteen. Wat een inzicht. Er hangt hier een uitstekende sfeer in het stadion. Het thuisspelende team doet het goed en het publiek leeft ook echt met ze mee. Ja, en als ze zo blijven spelen, dan wordt het straks één groot feest hier, Evert. Kroos, dit is een van de beste middenvelders ter wereld wat mij betreft, Juri. Ja, dit vind ik ook. Echt man van de wedstrijd wat mij betreft. Petje af. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Sanchez. Slim gespeeld, vrije schop voor Bayern München. Schweinsteiger. Al zo'n afstand dat deze doelman zich echt niet passeren. Ribéry.
komt in actie met een sliding. Sanchez. Er is gefloten, vlag omhoog, buitenspel. Schweinsteiger. De scheids past de voordeelregel toe. Messi mag doorspelen. Gaat dit hem worden? Buitenspel volgens de scheidsrechter, anders was het wel een doelpunt geweest. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Hoe vaak hebben de ploegen buitenspel gestaan? Hier gaat er met de bal vandoor. Hij glijdt erin, maar zijn noppen veroorzaken geen gevaar. Wat een actie! Hij komt heel goed zijn doel uit. Blijft goed kijken en pikt de bal van de voet van de aanvaller. Dat is goed keeper. Ja, goed keeperswerk. Goed gedaan. Die aanvaller had daar niet op gerekend. En de keeper krijgt het op zijn heupen. Hij voelde zich zeker eenzaam in zijn doel. Hij neemt hem. Nou, Juri, die had ik al geteld. Maar deze keeper laat zien dat hij nummer 1 is in zijn ploeg. Dat was een goede redding, Evert. Daar zal die speler niet blij mee zijn. Barcelona komt met een wissel. Dat is geen goede corner, de bal wordt weggehaald. Mooie opbouw. En de keeper pakt die bal, hard of niet hard? De hoekschop wordt voorbereid. Beide partijen gaan wisselen. Deze corner komt niet eens bij een medespeler terecht. Bayern München maakt hier korte metten met een tegenstander waar we veel meer van hadden verwacht. Bayern stijgt boven zichzelf uit en gaat deze wedstrijd ruim winnen. We krijgen zo de hoekschop te zien. In het overzicht ziet u hoeveel hoekschoppen de beide ploegen tot nu toe hebben gekregen. Nee, die bal is niet goed. De hoekschop draait op niets uit. Kroos. Ribéry. Ja, dat is een prima loopactie. Hij trekt een gat voor de man met de bal. Schiet! Oh, ja! En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. Kijken naar die goal.
Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Ribéry. Keeper krijgt de bal. Ze vechten om de bal. Een poging van de coach om het overwicht te behouden. Vers bloed helpt daarbij om de voorsprong vast te houden. Pizarro. Het is Robben. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ja, en nu? Het schot! Dat was dus. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Dit moet hem zijn. Bayern München scoort. Bayern München met een treffer. Geweldige redding van de keeper dat eerste schot. Maar de aanvaller hoeft de bal er daarna maar in te tikken. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Het komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Nog 5 minuten. Dit is Messi. En dat is raar. Dat was een prachtig afstandsschot. Wat een schitterend schot van grote afstand. Wat een schitterend schot van afstand. Hij ramt de bal het doel in. De goal vanuit een andere hoek. Robben aan de bal. Soms is eerst terugspelen de beste manier om de bal naar voren te krijgen. Hij mist. Hoe kan dat nou toch? Hij heeft er alleen maar in te tikken even. Ja, en nu? Dan schiet hij. De paal trilt nog na en de bal komt terug het veld in. Doelpunt voor Barcelona. Eigenlijk een pleister op de wonden. Ja, knap afgemaakt, maar hij weet dat er weinig te vieren valt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Beide teams spelen vol op de aanval. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Hij maakt het af. Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. Laten we die goal nog maar eens bekijken.
De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zo meteen met de winst naar huis gaat. Müller. Alaba. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de been. Bayern München krijgt hem erin. En daarmee valt er niet meer te twijfelen aan wie de wedstrijd gaat winnen. Nee, ze waren absoluut de betere ploeg en verdiende overwinning, zou ik zeggen. Ja, dit is natuurlijk geweldig om het zo af te sluiten. Ze stonden al voor, maar dan nog dit doelpunt erbij. Fantastisch. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Pedro. Mark Bartra. Messi. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Kroos. Ja, en nu? Wat een vaart. Bayern München scoort. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Ja, met dit doelpunt nu in blessuretijd laten ze toch maar zien dat ze echt veel beter zijn dan de tegenstander. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Pedro. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Een overtuigende overwinning hoor. En verdiend als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Het was een geweldige wedstrijd om naar te kijken en een prettige avond om.